Mijn naam is Rick Segers. Ik heb een melkveebedrijf in Wellerlooi in Noord-Limburg met ongeveer 230 koeien. En we maken gebruik van veel automatisering van Lely. Ik doe het bedrijf samen met een aantal medewerkers. En daarom is ook de Lely Horizon app wel een goede uitkomst. Ik denk dat we nu een dikke maand werken met Horizon. We werken heel veel met de app. Voorheen waren het allemaal verschillende apps. En nu zien we dat het makkelijker werkt omdat het gewoon één groot systeem is wat samenwerkt. Het grote voordeel van Horizon is denk ik dat je veel meer de trends kunt zien van de koeien en ook van je koppel. Dus dat je actuele informatie hebt van de koe. Dus je hebt meteen de gegevens bij de hand en kunt dan ook meteen daarna handelen. En dat geldt zowel voor gezondheid, melkproductie, reproductie. De layout vind ik een stuk overzichtelijker geworden. Verder kun je hem inrichten zoals je hem zelf graag wilt zien. Dus je kunt hem helemaal personaliseren. De koekaarten zijn ook veranderd. Hierin heb je ook een veel mooiere lijn over de hele lactatie van de koe. Dus je ziet eigenlijk precies in de grafiek wat de gebeurtenissen zijn, hoe de melkverlopende activiteit van die koe is geweest. Dus je hebt een veel mooier overzicht over de hele lactatieperiode van de koe. De overstap gaat eigenlijk heel makkelijk. Ja, wordt altijd goed geholpen door medewerkers van Lely via app of een telefoontje of even een bezoekje een keer. En dan zijn we goed op weg geholpen om met het systeem te werken. De interessante dingen die erin zitten en misschien in de toekomst ook nog aan zitten komen, dat je ook op financieel gebied wat meer verdieping hebt, ook op je dagresultaten. Wat voorheen een beetje een statistisch getal was per dag of per week, kun je nu zien het verloop. Want gaat de lijn omhoog of gaat de lijn een beetje omlaag, dat geeft aan waar je mee bezig bent. En dat zorgt dat we eigenlijk minder werk hebben met die koeien. Dus je bent er gewoon kort bij en je hebt meteen alle koeinformatie bij de hand. En dat is wel een uitkomst met de nieuwe Horizon, dat je die trends veel meer in beeld hebt.